Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en gelukkig nieuwjaar. Het is januari jongens, het jaar zit er alweer op. We leven in 2024 op dit moment. Ik vind het jaar bizar snel gegaan. Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad. Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben gehad. Dat jullie wat leuks hebben kunnen doen met oud en nieuw. Maar dit betekent ook dat het weer het einde van de maand is geweest. En dat we weer een opgemaakt video hebben. Ik kan de bak even niet helemaal schuin houden, want dan vallen al mijn kaarsen eruit. Maar we gaan weer doornemen wat ik allemaal heb gekocht, wat ik ervan vond, of ik het nog een keer ga kopen. Laten we lekker gaan beginnen. Allereerst heb ik 3 kaarsen. Nou vraag ik me toch even af, vinden jullie het interessant om te zien welke kaarsen ik heb opgemaakt? Kijk, al mijn kleine kaarsjes, dat doe ik eigenlijk niet. Mijn kleine action kaarsjes, nou, dat soort dingen, die laat ik eigenlijk nooit zien. Maar er zitten altijd wel kaarsen van wat grotere merken bij die ik dan wel laat zien. Vinden jullie dat interessant of zeg je, en ook, het hoeft echt niet meer... Laat je kaarsen lekker voor wat het is. Laat me dat vooral eventjes weten. Want dan weet ik zo of ik ze moet bewaren of niet. Nu gaan we ze nog wel doen. En allereerst heb ik van The Rituals de Smooth Violet kaars. Kaarsje. Die zat in de adventskalender. Ik weet even niet of die in degene van dit jaar zat of in die van vorig jaar. Maar goed, in een adventskalender in ieder geval. Ja, ik vond het een fijn kaarsje. Als hij pal naast je staat, dan ruik je hem ook wel lekker. Hij gaat niet je hele huis door. Echt niet. Maar als die pal naast je staat, dan ruik je hem wel lekker. En dan zit ik aan tafel te puzzelen, te editen, nou, noem het. En dan heb ik zo'n soort kaarsje naast me staan. En dan heb ik zo'n lekkere walm van een lekkere geur. Ja, en daar vind ik hem heel fijn voor. Dus inmiddels staat er alweer een nieuw kaarsje naast me te branden. Helemaal blij mee. Dan heb ik van Yankee Candle de Cinnamon Cider kaars. Cider? Cider? Nou ja, deze. Die vond ik niet zo fantastisch. Nee, hij ruikt wel lekker, maar ook als je er pal naast zit. En voor zo'n grote kaars had ik verwacht van Yankee Candle dat hij mijn hele woonkamer door zou gaan. En dat deed hij niet. Dus heel eerlijk, ik vond deze niet zo geweldig. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb ze bij de Dekenmarkt gekocht, volgens mij. Ze hadden ze op het moment bij de Kruidvat, bij de Dekenmarkt, bij de Aldi. Ze hadden ze overal en ergens. Ik denk dat er ergens een partij op te kopen was of zo. En volgens mij heb ik er 7 euro voor betaald, 6 euro. Dus nou ja, oké, okay, voor een kaars van Yankee Candle vooruit. Maar ik vond hem gewoon niet zo geweldig. Dus ja, ik begrijp wel dat hij zo goedkoop was. Koop ik deze nog een keer? Nee. Dan heb ik van Bath & Body Works een kaars opgemaakt. Ik heb hem opgemaakt, maar heel eerlijk, ik vind hem niet zo fijn. Dit was de minst slechte van degene die ik heb. Ik had 3 Yankee Candle kaarsen gekocht. Alle 3 hartstikke duur. En ik vind de geuren gewoon niet lekker. Ik vind ze gewoon niet lekker. Dit was de geur White Tea en Sage. Ik heb ook al iets met oat gehad. En ik heb al iets met karamel en vanille gehad. Kokosnoot en karamel, zoiets. Die 2, die vond ik gewoon echt niet lekker. En deze, nou ja, die kon ik dan nog handelen. Het voordeel en daarmee ook nadeel in dit geval van de kaarsen van Bath & Body Works is dat ze heel goed ruiken. Dus ze gaan echt je hele woonkamer door. Je hele woonkamer ruikt naar die geur. Maar als je dan de geur niet zo lekker vindt, ja, dan is dat niet echt een optie. Mijn man vond deze helemaal niet lekker. Nou ja, wat ik zeg, ik vond hem wel oké. Okay. Dus overdag, als mijn man er niet thuis is, dan had ik deze wel eventjes aan. Dus nou ja, vandaar dat hij ook op is. Maar die andere 2, ja, ik vond ze gewoon niet lekker. Maar ik vind het wel hele goede kaarsen. Snap je mijn idee? Jullie weten inmiddels denk ik wel een beetje wat voor kaarsen ik lekker vind. Welke geurlijn van Bath & Body Works moet ik nou proberen? Welke is nou wel lekker? Een beetje een kerstige geur, maar niet zo intens dat het net lijkt alsof er een mannenluchtje in je huis is leeggespoten. Snap je wat ik bedoel? Nou ja, dat. Deze heb ik opgemaakt. Deze koop ik niet nog een keer. Maar mochten jullie nou een goede tip hebben voor wel een lekkere geur, dan koop ik die misschien nog wel. Dan heb ik weer een zakje met wattenschijfjes opgemaakt. Ja, gewoon van de Kruidvat. Jullie weten inmiddels, ik gebruik het of voor mijn nagellak. Nou ja, ik heb op het moment, ja, ik heb wel iets op mijn nagels, maar dit is van Doen Nails. Dit is geen nagellak. Dus daar gebruik ik ze nu niet voor. Maar ik gebruik ze voor mijn oogmake-up. Ja, dat. Hij is weer op. Prima. Ik vind dit wel de fijnste wattenschijfjes die er zijn. Ik heb wel eens andere merkjes. Van Action, van Hema heb ik wel eens gehad. En ik vind die van de Kruidvat wel het prettigste. Dan ook van de Kruidvat heb ik weer een maskertje opgemaakt. Het Vitamine C Glow Masker. Ja, prima. Niet interessant. Inmiddels weten jullie waar ik ze voor gebruik. Gewoon even 10 minuten verplicht niks doen. En daar vind ik ze prima voor. Laatst zei iemand tegen me in de reacties. Ja, jouw huid ziet er zo gezond en zo glowy uit. Dus het moet wel iets doen.
Misschien ook wel. Ik heb geen idee. Ik heb best wel een oké huid, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien dat het wel iets doet. Ik weet het niet. Dan heb ik weer een deodorant opgemaakt van Odorex. De Sensitive Care deodorant antitranspirant. Deze. Zoals jullie inmiddels weten gebruik ik deze altijd. Ik vind hem heel fijn. Deze moet je één keer per dag gebruiken. En dan heb je de rest van de dag geen last van zweet. Geen last van nare geurtjes. Ik vind hem gewoon heel fijn. En mijn huid kan er tegen. En dat is voor mij heel belangrijk. Want mijn huid kan niet tegen alle deodorants. Dus ook die heb ik weer opgemaakt. En ja, daar heb ik alweer een nieuwe van in gebruik. Dan heb ik van Spa Exclusive een handcreme opgemaakt. Deze. Dit was in de geur Cozy Pear. Ik rook het niet echt. Deze zat in de adventskalender van dit jaar. Ja, van dit jaar. Ja. Het is geen hele geweldige handcreme. Hij is ook niet zo slecht dat ik hem niet wilde gebruiken. Maar het is geen fantastische handcreme. Er zijn echt betere handcremetjes. Anderzijds, het kost ook een drol. Dus ja, weet je. Ik gebruik nu zoveel handcreme. Dat af en toe even zo'n beetje tussendoor vind ik niet erg. En als mijn handen dan heel droog zijn, dan pak ik even een handcreme die echt goed hydrateert. En dan tussendoor gebruik ik deze. Dus was hij fantastisch? Nee. Vond ik hem verschrikkelijk? Nee, ook niet. Hij was oké. Dan heb ik nog twee dingetjes van Balea opgemaakt. De douchegel in de geur. Oh, help. Doeftnacht. Nee, ik ga me hier niet aan wagen. Deze geur. Het staat hier. Die. Nou weet ik niet meer hoe die rook. Ja, die was een beetje fris. Ja, een nachtgeur. Een beetje een relaxte geur. Prima. Nou, trouwens, dat zeg ik niet helemaal goed. Deze vond ik niet zo fijn. Ik moest even kijken welke ik nou als laatst had gebruikt. De douchegel vond ik niet zo heel fijn. Want die schuimde niet lekker. En ik vind dat een douchegel lekker moet schuimen en lekker moet soppen. Dat deed deze niet echt. Dus die vond ik niet heel fantastisch. Deze daarentegen vond ik wel lekker. Dat is de Aroma Douche. Met iets met nacht orange of zoiets. Deze. Zoals jullie weten hou ik helemaal niet van orange. Maar deze. Ja, ik vond hem niet vervelend. Ik vond hem ook niet heel lekker. Want ja, ik hou gewoon niet zo van orange. Maar ik vond hem ook niet verschrikkelijk. Hij ruikt inderdaad wel een beetje naar sinaasappel, mandarijnachtige geuren. Maar niet overdreven. Ik vond het geen geur waarvan ik dacht, oh nee, die wil ik echt niet gebruiken. Het was een oké geur. En deze sopte dus wel heel lekker. Of was het nou andersom? Ik weet het niet meer. Sorry jongens. Ik weet niet meer welke ik als laatste heb gebruikt. De laatste die ik heb gebruikt, die sopte wel heel lekker en de ander niet. En welke van de twee dan wat doet? Ik weet het niet meer. Nee, de douchegel. Sorry, ik ga het omdraaien. De douchegel schuimde wel. De Aroma Douche, die schuimde niet zo. Misschien dat dit er dan eigenlijk ook niet helemaal voor bedoeld is om gewoon zo in de douche te gebruiken. Nou ja, goed. Twee dingetjes uit de douche. Het wordt een lekker warrig verhaal dit. Kan iemand hier duidelijkheid van maken? Doe het vooral, maar deze twee heb ik opgemaakt. Eén van de twee vond ik wel fijn, de andere niet. We gaan door met het volgende. Ik heb weer twee proefmonstertjes opgemaakt van de Charlotte Tilbury Magic Cream. De eerste keer dat ik dat gebruikte, was ik er gewoon niet zo'n fan van. Hoe vaker ik het nu gebruik, hoe meer ik denk, ja, het doet wel echt iets voor mijn huid. Mijn huid is toch net even gehydrateerder en vooral met deze kou heb ik dat gewoon nodig. Heb ik gewoon iets goeds hydraterends nodig. Wat ik er niet zo fijn aan vond, is dat het een vrij dikke crème is. Maar ook dat vind ik nu met de kou best wel lekker. Dus ik vind het een echt product voor in de winter. In de winter vind ik het wel heel fijn. Ik heb nog 3 van die proefmonstertjes liggen, geloof ik. 2 of 3. Die maak ik ook lekker op. Zou ik zo'n volledige pot kopen? Nee, dat niet. Want ik vind het gewoon best wel een hoop geld voor hetgeen wat het is. En als ik dan bijvoorbeeld mijn dagcrème van de Kruidvat heb, die is ook heel lekker hydraterend. Die vind ik eigenlijk ook prima. Dan vind ik het niet nodig om zoveel geld uit te geven aan een gezichtscreme. Vind ik gewoon een beetje onzin. Mocht ik nou nog een keer de mogelijkheid hebben om zo'n proefmonstertje te krijgen, ja, dan wil ik hem zeker hebben. Want ik vind ze wel heel fijn. Dan wat ook heel lekker was, dat is van Herborian Korean Skin Therapy. Dat was een olie. Deze. Die zat in een adventskalender. Ik weet even niet in welke. Maar het is in ieder geval een olie. Die gebruikte ik 's nachts. En die deed ik dan onder mijn nachtcreme. Dus eerst mijn oogcreme. Dan dit.
dat even goed laten intrekken en dan mijn nachtcreme eroverheen. En ik had echt het idee dat dit iets goeds voor mijn huid deed. Ik had het idee dat 's morgens als ik wakker werd, mijn huid niet zo strak stond als normaal gesproken. Dus ja, ik vond dit een heel fijn product. Ik had ook wel het idee dat mijn huid iets glowier werd. Iets beter gehydrateerd. Dat eigenlijk vooral. Dus ja, ik vond dit een heel fijn product. Ik heb nog 100.000 olietjes en dingetjes staan. Dus zal ik hier een nieuwe van kopen? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat is niet omdat ik het geen fijn product vind. Dat is echt puur omdat ik nog heel veel heb. Daarover gesproken. Iemand vroeg mij een tijdje geleden al. Mocht ik nou dingen verkopen, waar verkoop ik dat dan? Toen zei ik, nou ja, waarschijnlijk op Marktplaats. Nou heb ik een aantal dingen op mijn Vinted-account gezet. Ik zet hier nu even in beeld neer wat mijn Vinted-naam is. Mocht je nou willen kijken of er wat leuks voor je tussen zit. Het zijn voornamelijk producten vanuit de adventskalenders. Kijk daar dan vooral eventjes. En laat ook even in een berichtje weten dat je via hier bent gekomen. Vind ik altijd leuk. Dan het ene laatste product is een luchtje van Ariana Grande. En ik heb geen idee welke dit is. Nee, ik weet het echt niet. Het staat er ook niet op. Het is deze. Geen idee welke dat was. Ja, hij was wel lekker. Ik vond hem niet heel bijzonder, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik de luchtjes van Ariana Grande sowieso niet zo heel interessant vind. Ze zijn vrij fris, vrij jeugdig, heb ik altijd een beetje het idee. En ik ben niet zo van die jeugdige luchtjes. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Maar hij was wel prima. Ja, het is zo'n hoeveelheid die je wel eventjes opmaakt. Dus ik dacht, weet je, ik maak hem gewoon lekker op. Zou ik deze opnieuw kopen? Nee, zeker niet. En dan het laatste product. En daar baal ik ongelooflijk van dat die op is. En misschien dat dit de eerste keer gaat zijn dat ik een duur wenkbrauwproduct opnieuw ga kopen. Want dit is de Benefit Precisely My Brow Pencil. Dit was een kleintje. Hoeveel zat hierin? 0,04 gram. Maar ik heb hier zo belachelijk lang mee gedaan. Dit potlood is zo... Ja, dat klinkt niet positief, maar het is het wel. Het is zo hard dat je er niet snel doorheen gaat. Hij geeft goed pigment af, maar hij is hard genoeg dat het niet te snel opgaat. Snap je een beetje wat ik zeg dan? Ik heb de kleur 2,5. Ik ga deze ook even bewaren. Of nou ja, ik kan natuurlijk ook deze video terugkijken tegen de tijd dat ik een nieuwe wil bestellen. Want ik wilde zeggen, ik ga hem even bewaren, want dan weet ik welke kleur ik moet. Maar dan kan ik ook gewoon deze video terugkijken. Nou ja, goed. Dit potloodje. En ja, ik vond hem gewoon echt heel goed. Ik gebruik op het moment weer die van de Action. Die vind ik ook wel prima hoor. Maar die gaat zo snel op. En ik vind hem toch minder fijn. Ik vond deze echt, echt heel fijn. Ik denk dat dit mijn favoriete wenkbrauwpotloodje aller tijden is. Ja, zelfs nog beter dan die van Morphe. En dat was altijd mijn favoriete wenkbrauwpotloodje. Dus ik denk dat ik hier wel een nieuwe van ga bestellen. Dan was dit alles wat ik heb opgemaakt in december van 2023. En dan gaan we op naar 2024. Laten we er met z'n allen alsjeblieft een mooi jaar van maken. En dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Maar ook vooral naar alle video's van 2023. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zijn we heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende in 2024. Doei doei!